Hey, goedemorgen. Het is ongeveer 7:15 en ik heb echt lekker geslapen. Jij hebt goed geslapen. Ik hoop het wel. We gaan vandaag samen namelijk op pad naar Krabi toe. Ik heb even lekker ontbijt weer van yoghurt en muesli en fruit. Het is lekker weer en ik ga zo even inpakken. De backpack is weer ingepakt. We gaan uitchecken. Ik ben uitgecheckt en weet je hoe laat het is? 11:15. Weet je hoe laat ik moest uitchecken? 11:00. Yes, yes. Ik doe zeker mijn best. Ik ben serieus echt heel blij met alle verhalen die jullie hebben achtergelaten. Het motiveert me om echt mijn best te doen om deze gewoonte te veranderen. Maar laten we even reëel blijven. Dit is net zo'n hardnekkige gewoonte als iemand die 20 jaar rookt. Als iemand die al 20 jaar kampt met overgewicht. Ik kom al 20 jaar te laat. Dus nee, dit gaat niet in één nacht veranderen. Maar ik doe mijn best. En elke keer als het lukt, dan laat ik het je weten. En elke keer als het niet lukt, dan ga ik op de brandstoel. Ik moet nu echt even een nieuwe harde schijf kopen. Want aangezien ik vet veel travel vlogs aan het maken ben, is mijn harde schijf vol. Ik verwacht niet dat ik deze in Krabi kan kopen. Dus ik heb hier even een tech store opgezocht. En daar ben ik nu naartoe aan het lopen. Oh, wat hou ik toch van English. Je ziet het overal in Azië, zelfs in Hongkong, waar ze heel veel Engels spreken en die notabene een Engelse kolonie was. Het is geweldig. Dit is puur entertainment. Het is gelukt met de harde schijf en ik zit bij een vegetarisch restaurant waar ik een wokgerecht heb besteld met pompoen en tofu. Het ziet er super lekker uit en het ruikt nog goddelijker. Ja. Jongens, we zitten in een tuk-tuk naar het vliegveld. Mijn eerste keer in een tuk-tuk, best wel tof. In de file staan in Chiang Mai. Oh, oh, oh. Mijn chauffeur heeft scheid aan de maatschappij. Hij gaat er gewoon langs. Soort van. Hoe ver die komt. Oh, maar de jeep wil hem niet ertussendoor laten. Oh, 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 oh. Dit wordt spannend. Oké, okay. It's a battle. Wie gaat winnen? Oké, okay, de jeep. Maar dat vind ik ook wel terecht. Lijkt me ook echt zo tof om in zo'n ding te rijden. Even serieus, mijn chauffeur is echt de bomb diggity. Hij heeft net die jeep alsnog ingehaald. En hij zit nu te kijken volgens mij of hij die voor ons kan inhalen. Zie je, misschien kijken. Wacht maar, zo meteen gaan we volgens mij. Ja, ja, ja. Oh man, I love my driver. Yeah. Nou, is die andere rij nou sneller? Verdorie. Ja, we gaan weer inhalen hoor. We gaan weer inhalen. Oh yeah. Ik vind hem echt tof. Doei. Allemaal mensen die in de file staan. Deze man is hilarisch. Ik ben echt dol op hem. Hij is gewoon langs de hele rij gereden. En nu gaat hij echt vlak hiervoor, zie je het? Gaat hij weer ritsen. Oh, geweldig. Volgens mij gaat hij deze ook proberen in te halen. We gaan zo rijden. Gaan we er langs, gaan we er langs. Nou, we zijn in ieder geval geritst. Boom. Oh, chauffeur. Dude, dat was echt so much fun. Ik vond het echt heel cool. Ik wilde net inchecken, maar ik ben te vroeg. Een uur zelfs. Pas vanaf 2:40, dus 2:50, kunnen ze bagage inchecken. Dus ik ga hier gewoon lekker relaxen, chillen. Misschien eten zometeen. Ik heb een maaltje meegenomen. Ongelooflijk, dit was de snelste check-in tijd ooit. Ik geloof echt onder de minuut. Ik ben nu alvast door de controle gegaan en zit bij de gate. Even kijken of ik een vork kan vinden om nog iets te eten. Yes, gelukt. Ik eet nog even een Thaise omelet voordat ik ga vliegen. Dan heb ik straks in ieder geval geen honger. Ik zit in het vliegtuig. We gaan naar Krabi. Hoe perfect is deze lucht trouwens? Ik kan niet wachten om op te stijgen en daarboven te vliegen.
Dude, dit is echt freaking hilarisch. We zitten in een partybus. Hij heeft net echt de muziek aangezet. Ik had al wel gehoord, zeg maar, over harde muziek in Aziatische bussen. En met name ook in India en zo. En zeker ook in Thailand. En nu maak ik het ook mee. Ik vind het echt cool. Dit is serieus de tofste reisdag van mijn leven. Niet alleen van deze reis, maar van mijn leven. Eerst de grappige tuk-tuk chauffeur in Chiang Mai. Daarna een super relaxte vlucht naar Krabi met een fantastische zonsondergang. Echt waar, die zonsondergang was amazing. Ik kon hem niet filmen, want het licht weerkaatste in de... hoe zeg je dat? In de ruit. Dus dan zie je het niet zo mooi. Maar ja... ik ben hier nog wel eventjes, dus dan ga ik het je zeker laten zien. Vervolgens de discobus en nu heb ik een upgrade gekregen. Boom! Dit is mijn kamer! Hoe vet is dit? Kijk hoe groot het is. Ik kwam gewoon aan en hij zei, ik ga je een upgrade geven. Iets groter, iets netter. Ik heb nog steeds wel gewoon een fan, maar dat maakt niet uit. Ik hoef niet per se airco. Ik heb een koelkast. Ik had al gelezen dat water elke dag wordt bijgevuld. Hier heb je zo'n zithoekje. En dan... Ja, dit is het bed. Zal ik even het bed testen? Zacht bed! OMG! Oh, wacht. Ik was al vrijwel zeker dat ik hier de hele week wilde blijven. Maar ik ga morgen sowieso denk ik al verlengen. Ik had ook gelezen van een bekende reisblogster dat dit echt een van haar lievelingsplekken in de wereld is. Aonang in Krabi. Oh, trouwens. We hebben de badkamer natuurlijk nog niet gezien. Ik heb hem ook nog niet gezien. Tada! Wat? Dit is echt zo chill. Oh, wacht. Kijk, zo. Dit is echt zo chill. Kijk dan, en ik had al vet schattig. Ik had al gelezen dat ze dus toiletspelletjes geven en zo. Kijk dan. Full Moon zeep en zo. Dit is het resort waar ik verblijf. Het heet Full Moon House and Resort. Vet schattig. Hier ook. Oh, zo lief. Kijk dan. Het is echt adorable en gewoon super schoon alles. Relaxed. Ik zag net wel trouwens al een beetje lopen. Kijken of hij nog is. Maar daar ontkom je bijna niet aan. Weet je, dat is gewoon... Oh, kijk hem hier. Wat is het? Wat is het? Een klein kevertje, joh. Dat is niks boeiends. Kijk eens. Mijn huisdier. Ach, lol. Nee, ik ga hem zo eruit trappen. Move. Wat? Nog meer verrassingen. Kijk eens wat ik vind. Douchemutsjes en wattenstaafjes en watjes. Jongen, weet je wat ik hiervoor betaal? I love Thailand. Dit is by far de beste deal die ik tot nu toe heb gehad. Ik betaal nu $19 voor 2 nachten. Dat is 17 euro, 8,50 euro per nacht in mijn eentje. Moet je eens voorstellen, als je dit met z'n tweeën zou doen, dan betaal je al helemaal niks. Dat is echt... Winning in Thailand! Echt waar. Thailand, ik ben diep verliefd op je. Ik ben even een beetje aan het rondlopen. Kijken of ik ergens eten kan vinden. En gewoon even een beetje de buurt verkennen en zo. Super lekker. Ik heb tom yum soep besteld met garnalen. En ik drink voor het eerst een kokosnoot in Thailand. Lekker. Hey, het is bijna 1 uur. Ik ga zo slapen. Maar ik ben ineens helemaal excited geraakt. Iemand zei tegen me, ik vertelde zeg maar over mijn Victoria's Secret missie en bla bla bla. En weet je, Victoria's Secret was gewoon een soort van metafoor. Omdat ik altijd gewoon belachelijk hoge doelen nodig heb om mezelf te motiveren en in kleine stukjes te werken. Maar ik maakte toen een grapje van, weet je, ik had net zo goed ervoor kunnen kiezen om de Mount Everest te beklimmen, weet je wel, om daarmee fit te worden. En toen zei die persoon, ik weet even niet meer wie dat was, die zei van, maar waarom doe je dat niet? Je lijkt me wel daar type voor. En dat is zo bij hem blijven hangen van, ja, waarom doe ik het eigenlijk niet? Nou, 1, omdat het iets van 70.000 tot 100.000 euro kost om die berg te beklimmen. Maar ik zat net ook allemaal dingen van de
K2, de meest gevaarlijke berg van de wereld. Dat is de berg der bergen om te beklimmen. Ik zat zo'n documentaire te kijken en nu zit ik dus... Wacht, ik ga even meeleiden kijken. Nu zit ik dus bij allemaal expedities te kijken om echt misschien bergen te beklimmen. Oh, mijn internet is niet het allerbest. Kijk, bijvoorbeeld Kilimanjaro. Dat kost maar 1750 pond. Ik bedoel, ik zeg niet dat het... Hup, dat ga je eventjes uitgeven. Maar weet je, er valt voor te sparen of zo. En dat is bijna 6000 meter. En K2 is hoger dan 8000. Mount Everest is ook hoger dan 8000. Ja, weet je, ik zit er gewoon echt over na te denken om misschien bijvoorbeeld voor mijn 35ste gewoon te gaan sparen. Om misschien een Kilimanjaro te gaan doen. Want je moet bijvoorbeeld om de K2 te doen, moet je al eerder een 8000 meter berg beklommen hebben. En om bijvoorbeeld een 7000 meter berg te doen, moet je weer een berg van 6000 beklommen hebben. Het lijkt me echt vet. Weet je, ik heb dat hiken helemaal ontdekt. Ik vind het echt bruut. En nu ben ik dus zo excited. Dit heb ik dus altijd voordat ik ga slapen. Dan ontdek ik weer iets vets en dan denk ik... Dit lijkt me zo vet. Ja, dus misschien heb ik een nieuwe missie of zo. Dat voor mijn 35ste een berg beklimmen. En dan op mijn 40ste misschien K2 of zo. Of nou, misschien later. Want er gaan dus heel veel mensen dood op de K2. Het is echt een hele moeilijke berg. Dus dan zou ik zeggen, misschien doe ik dat dan als ik 50 of 60 ben of zo. Dat je in ieder geval wel een goede portie van je leven geleefd hebt of iets. Maar het lijkt me wel echt heel tof om te doen. Nou goed, ik ga nu echt slapen. Morgen gaan we naar het strand, hè? Ik heb er zoveel zin in. Vandaag was echt de perfecte reisdag. Super leuk dat je er weer bij was. Mocht je zoiets hebben van... deze strafvolg is afgelopen, maar ik wil er nog zoveel meer zien. Dan kan je hier alvast naar de vorige aflevering kijken. Ik bedoel, even heel eerlijk. Ik kijk al mijn strafvolgs zelf ook minstens 5 keer terug. Omdat ik het leuk vind om allemaal dingen terug te zien. Whatever. Dus mocht je dat ook leuk vinden, dan vind je hier alvast de vorige aflevering. Of de afspeellijst van de strafvolgs kan je ook nog veel verder teruggaan. Ben je al geabonneerd? Dan zie ik je natuurlijk morgen weer. En ben je nog niet geabonneerd, dan denk je... ik wil morgen ook mee naar het strand. Dan kan je hierop klikken. Gewoon simpel. 1 keer klikken, dan ben je geabonneerd. En dan ga je morgen ook mee naar het strand. Dankjewel voor het kijken. Welterusten en tot morgen.